Ja, Oran. Bijna kerst. Wat ga je doen met kerst? Lekker naar familie, schoonouders. Lekker eten, lekker gezellig bij elkaar. Ja, jullie hebben ook even vrij. Hoe lang hebben jullie vrij? 2 januari beginnen we weer, dus even kijken wanneer we vrij hebben. Maar dat is nog niet officieel bekend. Nog niet helemaal duidelijk, nee. Oké. Okay. Even terug naar het voetballen. 3 wedstrijden, 1 week. En dan ook nog niet zomaar wedstrijden. Nee. Pittige wedstrijden, hè? PEC Zwolle, Excelsior en vrijdagavond Emmen. Ja, het zijn 3 pittige wedstrijden, klopt. Ja, hoe bereid jij je daar zelf op voor? Zoals iedere wedstrijd. Ja, niet extra dat je denkt van ik doe iets rustiger aan of... Nou ja, kijk, met de 3 wedstrijden natuurlijk moet je tijdens de training wat rustiger aandoen. Omdat je gewoon 3 wedstrijden speelt, simpel gezegd. Maar verder is alles hetzelfde. Voor mij dan. Ja, oké. Ja. En dan vrijdagavond als klap op de vuurpijl, kan het niet beter gezegd worden in deze tijd van een jaar. FC Emmen, ja. We hebben iets recht te zetten. Ja, klopt. De uitwedstrijd was niet best, zoals de uitslag. Maar goed, we kunnen ons revancheren hier thuis. Ja. Heb jij een verklaring voor de schommelingen in de prestaties? De ene wedstrijd, dan komt de tegenstander niet aan bod. En de andere wedstrijd is MVV weg. Kan dat? Ja, volgens mij heb je die vraag wel eens eerder gesteld. Ja? Ja. We zijn nu al een tijdje verder. Ja, ik moet zeggen, het gaat wel wat beter dan toen. Mm-hmm. Die uitslagen hebben we niet meer gehad. En zoals ook tegen Excelsior komen we toch weer een beetje terug in de wedstrijd. En ik heb daar niet direct het antwoord direct op hoe dat kan. Oké. Nee. Nou ja, maar dan vrijdagavond. Wat verwacht je? Een pittige wedstrijd, zeker. En zonder publiek ook balen, maar... Ja, ik verwacht gewoon een zware wedstrijd, maar ik denk dat we zeker kans hebben. 3 punten. Dat is wel de bedoeling.